zeggen, het is vandaag maandag en ik ben vandaag op werk. Ik werk vandaag tot 6. Daarna ben ik vrij. Ik ga daarna ook kraambezoek bij QC, want zijn zoontje is gisteren dus geboren. Jeremiah, als ik het goed uitspreek, dan moet ik even nog straks vragen. Maar we hebben dus gisteren een koetje shirtje voor hem gekocht van de Bijenkorf. En ik heb ergens zin wat te geven, want QC gaat het echt helemaal top vinden. Dus dat is de planning, daar heb ik echt heel veel zin in. Ik werk tot 6. Ik ben nu bij Derma Kliniek, dus af en toe komen klanten langs, dan stop ik even met vloggen. Maar ik ben vandaag dus 6 vrij, dus heb ik even overlegd met Salsa of ik naar werk en misschien nog een peeling mag doen. Want ik maak echt heel veel talg aan. De laatste tijd krijg ik een beetje een vettig huidje ofzo, en dat wil ik heel graag aanpakken. Dus gaat ze vandaag mij een peeling doen. Het zal echt wel chill zijn. En dus ik ook te denken, ik wil daarna nog gaan grafische zieken, dan nog wel wat zo'n uit. Ach ja, maakt niet uit, is mijn kamerbezoek. En mijn bestelling is er trouwens ook niet meer uit. Die ga ik dus morgen vullen bij Fabulashes. Ik zit trouwens nu bij aandriftskamer. Dat is de cosmetische arts bij Derma Kliniek. Maar die is vandaag niet aanwezig. Die is vandaag dus niet aanwezig, dus ik mocht hier zitten. Dat is echt chill, want die heeft echt een heel grote kamer. En binnenkort krijg ik dus mijn eigen kamertje. Daar heb ik ook zin in. Ik ga weer even wat doen. Ik ben echt lekker gezond bezig. Ik heb fruit mee, banaan, avocado, sneetjebrood, 2 flessen water en peper voor op mijn avocado. Dit is mijn eten voor vandaag. Dat vind ik ook echt heel erg lekker. Havermout koekjes met banaan en pekanmout. Ik vind het echt lekker. Het is inmiddels 6 uur geweest en Salsa gaat nu een peeling bij mij doen. Welke peeling ga je bij mij doen, Salsa? Ik ga een peeling voor jou doen. Ja. Gecombineerd met 2 zuren, glycolzuur en salicylzuur. Om eens even goed van vette huid af te komen. Ja. En even de huid even een goede boost te geven, dat hij weer even flink goed gaat vernieuwen. Door de huidcellen verwijderd. Dus even een oppepper voor jouw huid. Yes, let's do this. Yes. Zoals jullie nu al kunnen zien, ik glim al helemaal naar zo'n dagje werken. Ja, doe maar gewoon. Ja? Oké. Ja. Dat ik probeer je shiny af te pakken met mijn handdoek. Nee. En let niet op mijn wimpers, jongens, want ik moet ze echt morgen al bijvullen. Dus de ene kant is echt veel lichter dan deze kant. Ik ga eerst doen mijn huid reinigen. Ja, we gaan even eerst reinigen. Dat doen we gewoon met de reiniger waar salicylzuur al in zit. Want salicylzuur heeft een hele goede werking als het gaat om talg. Vandaar dat jij ook wel een beetje een vette huid krijgt. Dus we gaan wel de huid soort van een beetje voorbehandelen. Ja. Met een goede reiniger. Zoals ik net dus al mijn mee-eters. En wat heb je nog meer uitgeknepen? Mee-eters, talgpropjes, gerstenkorreltjes had ik ook een paar van je weggehaald. Kijk hoe mijn huid dus er nu uitziet. Een beetje glycolzuur in om de huid voor te bereiden. Dus alle vetten, bacteriën eraf te halen. Zodat de peeling alleen maar nog beter en dieper in de huid kan werken. Hoort het te prikken? Dit hoort zeker te prikken. Er zit een beetje glycolzuur in, hè. Maar vaak trekt dit al vrij snel weg. Zo. Vooral op de plekken waar ik het heb uitgeknepen, daar voel je het vaak het meest, omdat de huid daar een beetje open is. Zo. En nu ga ik de peeling klaarmaken. Ik ben inmiddels aangekomen thuis. Ik ga toch niet meer op kraamvisite. Dat vind ik zelf wel jammer, maar het is niet gelukt, want ik ben een beetje laat thuis gekomen en Nessim is al op kraamvisite. Ik ga nu even snel koken. Ik ga even kip maken met groenten. Want ik ben weer echt heel goed bezig. Ik drink weer water, alles. En dan zie ik Nessim zo thuis. En dan gaan we lekker samen eten. Dat is de planning een beetje. Kijk, dit is het shirtje die wij hebben gekocht voor het kindje van Q. Kijk hoe cute die is. Ik vond hem echt cute. Ik heb snel even wat gekookt. Ik heb kipfilet gemaakt met uitjes. Groenten allemaal door elkaar heen wat ik nog thuis had. En een lekkere bordsalade. Niks bijzonders, maar ik had hier gewoon zin in. En het is ook nog gezond. Ik zit inmiddels lekker op de bank. En hij is me zo aan het slapen, want hij heeft morgen heel vroeg een clipshoot. Ik ben water aan het drinken. Want ik ben vandaag weer gezond begonnen. En ik probeer dus het flesje rustig op te krijgen. Want ik heb al 2 van die kleine flesjes op. Maar ik wil deze ook echt opdrinken. En ik ga ondertussen even vlogs kijken. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is zo warm buiten. Volgens mij is het echt 25 graden of zo. Ik heb het echt zo warm dat ik niet eens meer weet wat ik aan moet doen. Ik heb ook echt helemaal geen nieuwe kleren meer. Dus ik heb eigenlijk elke keer een beetje hetzelfde aan. Maar ik ga echt shoppen. Ik heb echt met mezelf... Ik heb mezelf echt beloofd dat ik gewoon vanavond ga zitten op de bank en gewoon online gaan shoppen. Want ik heb echt helemaal niks meer. In ieder geval, ik heb me omgekleed. Ik heb een bruin topje aan. Leuk die slips op de grond. En een bruin rokje. En dan gewoon met sneakers. Want ik wist echt niet wat ik aan moet doen. Ik heb helemaal geen zin in open schoenen. Ik ga nu even snel rijden. Want ik heb afgesproken met Ros. Ik heb zo een meeting met haar. En we gaan samen iets leuks organiseren. Maar daar hou ik jullie van op de hoogte. Dus ik ga nu vertrekken en dan zie ik jullie straks. Ik wil je trouwens mijn nieuwe bril laten zien. Het is deze. En het is van het merk Ki. Oh, ik heb het touwtje nog niet eens eraf gehaald. Ki. Volgens mij spreek het uit als Ki. Maar je schrijft als Kwaii. Ja. Maar deze verkoopt Ros nu ook in de winkel. En ik vond hem echt zo cute. Ik heb nog nooit zo'n bril gehad. Maar ik vond deze echt zo stoer. Ik word dus echt gelijk gewoon toen ik het zag. Je hebt hem ook in het goud. En die zijn nu dus beschikbaar bij Ros. En ze heeft een hele collectie van Ki daar nu. Echt leuk. En je kan ze ook online bestellen. En mijn kortingscode Miriam geldt nog. Die heb ik echt heel lang niet gepromoot. Maar ik heb gewoon een kortingscode bij Ros de webshop. En dat is gewoon Miriam. Dus die kun je gebruiken. Maar ik ben hier echt zo blij mee. Wat vinden jullie van zulke brillen? Wij zijn inmiddels bij Vlaams Broodhuis. En ik ben hier met Ros. Hi babe. Dankjewel. Dankjewel. En mannenmelk. Ja, dankjewel. Ja. Oh, jij nog niet? Nee. We wachten nog even, ja. Even kijken, kijk. Ik wil avocadoboterham. Maar dan willen we nog 1 ding bij, want we gaan even weer samen eten. Zullen we anders zalm doen? Of vind je het niet lekker? Ja, ik lust wel zalm. Ja, zullen we dat gewoon doen? Oké, is goed. Oké. Dit is onze eten, jongens. Kijk hoe lekker het hier ziet. Het ziet er lekker uit, hè? Vooral dit avocadoboterham. Yummy. Ik heb net geluncht met Ros. Het was super gezellig. We hebben echt heel erg leuke dingen besproken. En ik ben net aangekomen bij Fabulashes om mijn wimpers even bij te vullen. Ik ga het even niet meer zo heel vol doen. Maar iets voller dan deze kant. En deze moet zwaar bijgevuld worden. Je ziet nu ook echt dat ik echt heel erg slecht heb gevlogen. Volgens mij zien jullie dit of in 1 vlog. Dus dat ik dan 2 keer mijn wimpers laat bijvullen. Of in 2 vlogs die naar elkaar komen. Maar ja, genoeg geluld. Ik ga even uitstappen. Ik ben best wel vroeg. Ik ben 10 minuutjes te vroeg. Ik ga even wat drinken, denk ik, daar met de meiden. Super gezellig altijd daar. En dan ga ik mijn wimpertjes doen. Ik ben inmiddels bij Fabulashes. En ze hebben hier echt een chille spiegel. Hier kan je echt lekker outfitfoto's maken. En als je er 1 kop gaat, leg je gewoon aan. Hoe chill is deze spiegel hier? Nou, dit is mijn outfit. Ik ga stuk. Daar gaat het goed. Wat zei je? Dat je hem zelf niet ziet, maar anderen zien je highlighter wel. Ja, we hadden het over de highlighter die ik vorige keer bij haar had gezien. Dat is trouwens Nadia. Ik was in de war met Tanita en Nadia. Ja. Maar dat was dus haar highlighter. En lijkt ook op elkaar. En zij gaat vandaag weer mijn wimpers doen. Yes. En we gaan vandaag iets anders doen, hè? Ja, we doen ze minder vol. Want ze vond ze iets te vol. Ja. En dat hoor je ook niet vaak dat mensen zeggen, vind je het te vol? Nee, ik vond ze wel mooi, maar op beeld vond ik ze minder. Ja, klopt. Want ik had 6D, hè? Ja, 6D. En nu krijg ik? We gaan 4D doen. Dus 4D. Niet halveren, maar wel net even wat minder. Oké, super. Thank you, babe. Ik ben weer lekker thuis en mijn katjes mogen weer naar buiten. Wat leuk, hè? Lekker weertje. Oh, kijk Lira dan. Genieten, hè? Lekker aan het genieten. Lekker weer, hè? Ja, poepie. Ja, hè? Oh. Ik ben inmiddels thuis. Dit zijn mijn wimpers nu. Ze zien er weer heel heftig uit op beeld. Besef, ik had hiervoor nog heftiger. Maar in het echt is het echt heel erg mooi. En het wordt steeds minder. En na 2 weken is het eigenlijk gewoon perfect als ik ze eigenlijk weer moet bijvullen. Even kijken. En ze heeft vandaag meer een cat eye gedaan. Want normaal gesproken vraag ik altijd om de haartjes in het midden iets langer te doen. Nu heeft ze meer aan het uiteinde wat langer. Ik ben even thuis gekomen om de katjes weer te voeren. Ik ga even een lekkere slaatje voor mezelf maken. En dan ga ik even kijken naar wie ik toe ga vandaag. Want ik heb wel even zin om met een vriendinnetje of zo te chillen. Het is heel erg lekker weer. En Nessie heeft vandaag een clipshow, dus ik ben sowieso alleen. Dus ik wil wel vanavond ergens heen. Dat zit. Ik ga even een salade maken nu. Kijk, ik wil net gaan eten. Toen dacht ik, oh shit, ik ben vergeten om te filmen wat ik heb gemaakt. Ik heb een salade gemaakt, lekker gezond. Met allemaal groenten die ik lekker vind. Olijfjes, zogedroogde tomaatjes, sla, rucola. Van alles en nog wat met garnaaltjes en visburger. Ik ben echt goed bezig. Oh ja, en feta kaas heb ik ook erin gedaan. En ik ga ook nog water bij drinken. Ik ben heel erg goed bezig met water drinken. Ik ben echt trots op mezelf. En ik ga nu Dr. Phil kijken. Inmiddels is Nessie alweer thuis. Hey. Met zijn nieuwe kettingen. Ik ga helemaal stuk. Live vlog. Ja. Wanneer komt dit online? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan er nog eruit knippen. Nessie is nu bezig met een project en ik help hem daar een beetje bij. En hij is het nu aan het editen. Hoe ging jouw clipshoot vandaag? Ging goed vandaag. Ik had een eend in mijn clip. Ja, hij is zo lief, dat eentje. Met die ketting op. Ik vond het wel leuk, man. Ja? Ik denk, ja, weet je, al die rappers hebben allemaal wijven in hun clip. En ik denk van, ja, we hebben een eend. Van een eend. Hi! Dina, ik wil eigenlijk filmen terwijl je zo lekker op het hand lag. Ja, dat is niet leuk, man. Oh, ja, waarom heb je dat niet gedaan dan? Oh, baby. Ga jij eten? Nou, die... Hongerige kat. Kat. Ik heb laatst dus een PR-pakketje van Blik. Be Glamorous gekregen. En deze is echt zo cute. Want er zit een videoboodschap bij. Kijk hoe cute het is. Het gaat dus om een highlighter. Er zit een spiegeltje bij, maar ik zie er echt niet uit. Dus ik ga gewoon zo filmen. Het is een highlighterpakket met een kwastje. Echt cute. Be Glamorous introduces the most glamorous highlighter ever, Be Extra. Goedemorgen, ik was net bezig met mijn vlogs editen. Toen zag ik dat ik deze vlog nog niet had afgesloten. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Doe een duimpje omhoog. Like deze video, laat een reactie achter en abonneer op mijn kanaal.